Hallo en welkom bij deze eerste video van FSA Online, waarin wij voor de eerste keer gaan loswerken met ons nieuwe paard Duke. Duke heeft nog nooit eerder losgewerkt en we gaan de hele eerste sessie bekijken en bespreken. Allereerst heeft Gaia de lijnen van de loswerkbak aan Duke laten zien, zodat hij een beetje idee heeft van hoe groot de ruimte is waarin hij zo meteen los mag lopen. Gaia haalt het halster eraf, laat Duke los in de loswerkbak en dan is het in eerste instantie interessant om te kijken hoe hij daarop reageert. Nou, hij doet dat heel rustig, hij loopt rustig bij Gaia vandaan en die neemt haar eigen positie in het midden van de loswerkbak. Als die zo loopt is dat fijn, want dan kun je eigenlijk gelijk de positie schuin achter het paard op gaan zoeken en met hem mee gaan lopen. Vanuit die positie schuin achter kan Gaia vragen aan Duke of hij op de cirkel aan de buitenkant van de loswerkbak wil gaan lopen. En of hij dat doet in stap of in draf of in galop is niet zo interessant. Hij moet opletten op degene die in het midden zit. Dat is waarom Gaia hier ook de leadrope gooit, om hem duidelijk te maken dat hij iets met haar moet. Ja, dat paard is niet gewend aan om aangestuurd te worden vanuit het midden van de bak terwijl hij zelf losloopt. Dus zijn aandacht vragen, dat is eigenlijk het eerste wat je wil hebben. Vervolgens gaat Gaia opschuiven naar schuin voor, om te kijken of ze niet alleen kan vragen of die weggaat, maar of die ook terug wil komen op de veranderde positie van Gaia ten opzichte van hem. Dat is de techniek schuin achter, schuin voor. De techniek die noemen we positie. Heel even naar hem toe om te zorgen dat het contact ontspannen blijft. Vervolgens stuurt ze hem weer op pad. En hij gaat aan de buitenkant lopen op de cirkel. En Gaia gaat zo meteen nog een keer opschuiven naar de positie schuin voor. Om te kijken of die reageert met een tempovertraging of zelfs stopt met wat hij aan het doen is. Nou, je ziet dat ze hier vrij ver door moet lopen. En dat Duke nog niet helemaal snapt wat hij daarmee moet. Hij stopt, hij remt, maar uiteindelijk loopt hij dan toch door. Dus in eerste instantie zal ze wat met hem gaan werken in die positieverandering van schuin achter naar schuin voor, om controle te krijgen over het tempo. Kijk, hier ziet hij al veel sneller wat ze aan het doen is en je ziet hem hier ook steeds sneller gaan reageren. Vervolgens laat Duke zich vanuit die positie schuin achter weer redelijk makkelijk en eenvoudig motiveren om weer op zijn cirkel te gaan lopen aan de buitenkant. Hier gaan we weer opschuiven naar schuin voor. En zo gauw ga je naar schuin voor gaat, zie je dat hij tempo eruit haalt en een overgang maakt naar stap. Ze laat hem hier van hand veranderen, simpelweg door hem in de weg te gaan staan. En we gaan nog een keer kijken of hij snapt dat hij terug moet in het tempo op het moment dat ga je van schuin achter een nieuwe positie schuin voor ten opzichte van het paard inneemt. Hier schuift ze op. En hier zie je dat ze rechtsom meer door moet lopen dan linksom. We slaan dit op als gegeven van zijn gevoeligheid. Ja, het gaat om het proces, niet per se om de resultaten. We gaan eerst maar eens kijken hoe die overal op reageert. De volgende techniek die Gaia hier op hem loslaat is bewegen in de ruimte. Door de afstand tussen haarzelf en het paard kleiner te maken, willen we graag een versnelling zien. En door hier de afstand groter te maken, zouden we dan weer een vertraging. Je ziet dat hij hier ook sneller reageert op de versnelling en wat langzamer reageert op de vertraging. Kijk hoe dat op de andere hand is. Hier gaat ze zo meteen weer naar hem toe. Hier maakt ze de ruimte kleiner en dan zien we direct de versnelling. En op het moment dat ze dat heel even bevestigt voordat ze achteruit loopt, dan zie je dat ze relatief veel langer achteruit moet lopen om bij Duke een reactie te krijgen. Nou, hier stopt hij en draait hij om, gaat hij weer op de rechterhand. Want ook daar kan het verschil in reactie op de linker en de rechterhand verschillend zijn. Na bewegen in de ruimte zal Gaia nu gaan kijken hoe hij gaat reageren op als zij meer in haar eigen lichaam gaat bewegen. Ze begint in het midden en je ziet dat ze hier met haar armen wijd zelf meer beweging maakt zonder harder te lopen. Meer bewegen in haar eigen lijf heeft ook weer bij Duke het gevolg dat hij versnelt. Hij gaat ervan galopperen.
En op het moment dat zij heel passief wordt in haar lijf, zie je dat hij hier ook weer vrij lang door blijft galopperen voordat hij zich aanpast aan wat Gaia daar in het midden van de ring staat aan te geven. Door op deze manier allerlei verschillende technieken op het paard los te laten, kun je hem eigenlijk analyseren op zijn gevoeligheid. Ik denk dat we kunnen zien dat Duke de drijvende hulpen wat makkelijker oppakt dan de vertragende hulpen. Hij is makkelijker te activeren om te lopen en hij is iets moeilijker te overtuigen dat hij dat tempo er ook weer uit moet halen. Die analyse maakt dat je daarna kan zeggen welke hulpen het meest effectief zijn voor het paard en hoe je hem het beste kunt gaan aansturen. Het wordt dan nu ook tijd om steeds wat specifieker te gaan werken en te kijken of hij de gecombineerde technieken kan begrijpen, in de zin van dat hij het tempo door Gaia laat controleren. Ja, hij moet aandraven als ze erom vraagt, hij moet het tempo actiever maken als ze erom vraagt, hij moet weer terugkomen in de tempo. En langzaam zie je ook gebeuren dat het paard steeds meer geconcentreerd is op kleinere bewegingen die zij vanuit het midden aanbiedt. Kleine hulpen, grote reactie. Als we hem dan zover hebben dat hij op een kleine hulp aandraaft, zoals hier, dan gaan we naar de volgende fase en dat is dat hij wat langer door moet blijven draven in het aangegeven tempo. Zodat hij als het ware zijn draftempo gaat synchroniseren met de hulp zoals Gaia hem in het midden aanbiedt. Je ziet dat hij hier nog steeds met zijn hoofd tot aan de hoge kant loopt. Heel af en toe duikt hij een klein beetje naar beneden. We willen graag dat hij uiteindelijk in dat tempo zo ontspannen wordt dat hij zijn hoofd durft te laten zakken. En uiteindelijk door zijn hele lijf ook wat regelmatiger gaat lopen. En daar heeft hij wat tijd voor nodig. Daar moet hij wat langer achter elkaar voor draven. Voordat hij naar die houding toe gaat. Hier laat ze hem nog een keer van hand veranderen. En ook hier eerst zeggen, nee vriend, je moet toch even door. Goed zo, braaf. En weer in dat tempo draf. Proberen zo constant mogelijk te houden. En dan gaan we kijken of die momenten heeft waarin hij die hals loslaat en durft te ontspannen in het regelmatige tempo wat hij daarbij vast moet houden. Kijk, daar ging die hals al een keer naar beneden. Meestal doet hij dan op dezelfde plek nog een keer proberen of hij die hals kan laten zakken. En uiteindelijk zul je zien dat hij steeds vaker de hals naar beneden gaat dragen, meer ontspant en dat zijn hele rug ook mee gaat deinen in die beweging van die draf. Dat geeft zijn mate van ontspanning aan. Nou, dan gaan we naar de overgang naar galop. En ook dat moet niet het opjagen van het paard zijn, maar hij moet snappen dat hij door de veranderde beweging bij Gaia, dus deze beweging, dat is de beweging waarin hij moet aangaloperen. Kijk, de tweede keer die pakt hij. Heel goed, terug naar draf. Dan gaan we nog een keertje. En daar pakt hij al gelijk de eerste aanwijzing van Gaia om van draf naar galop te gaan. Die pakt hij gelijk op omdat hij nou eenmaal synchroniseert met het anders bewegen van degene die in het midden staat. En als hij eenmaal galoppeert, dan moet hij natuurlijk ook weer de overgang kunnen maken van galop terug naar draf. Nou, alle technieken die Gaia hier nu bij hem uitprobeert, hebben niet het gewenste effect. Dus ze zal zo meteen iets duidelijker moeten zijn, met schuin aan de voorkant, die hand die die doorgang blokkeert, om hem terug te krijgen naar draf. We gaan eerst kijken wat hij doet in galop op de rechterhand. Kijken of hij de aanwijzing die hij links net zo goed kon begrijpen, hier ook weer begrijpt. Nou, hier, na de tweede keer, zie je dat Gaia de lijn heel eventjes naar hem toe gooit, om weer wat meer scherpe reactie te krijgen. En dat resulteert dan, als ze het de volgende keer probeert, dat ze de hulp geeft en dat hij veel sneller weer snapt dat ook rechtsom dat de hulp voor galop is. En ook rechtsom zal hij weer zijn overgang moeten maken terug naar draf. En hier zie je dat ook weer alle technieken, daar doet hij eigenlijk niet mee wat je ervan verlangt. Hij blijft gewoon heel rustig doorgaloperen. En ze moet zelfs helemaal achteruit en misschien zelfs, wat we dan in het loswerk al een vrij heftige stop vinden, een keer voor hem gaan staan en zeggen, ho vriend,
het was de bedoeling dat je terugkwam in het tempo. Nou, dan gaan we eerst linksom. Gaan we weer heel eventjes zijn draf bevestigen. Ja, van galop worden ze altijd toch weer ietsje meer opgewonden van. Dus we gaan eerst weer heel even de rust erin brengen. Hij moet weer in een constant tempo in draf. En dan gaan we weer wachten op dat moment waarop hij zijn hals laat zakken. En op het moment dat hij zijn hals laat zakken, zie je ook gelijk dat de rust in het hele lijf terugkomt. Die rug weer mooi mee gaat veren. En hij laat na die galop in deze draf zijn hals al veel vaker en veel stabieler zakken voor die ontspanning. We zijn nu zo'n kleine 10 minuten bezig met deze sessie. En je ziet gaandeweg dat Duke steeds meer gaat anticiperen op wat hij aan de binnenkant van hem vraagt. En je kan ook zien aan het stuk wat gelopen is dat hij echt op een cirkel loopt. Hij heeft dus niet de neiging om steeds maar in de hoek te duiken. Dat zal waarschijnlijk komen omdat Duke niet een jong paard is. Hij is rond 9 jaar in dit filmpje. En je ziet dat hij veel meer rust krijgt in alles wat hij moet uitvoeren. Dat hij het steeds minder spannend vindt. En dat er steeds meer sprake is van samenwerking tussen degene in het midden en degene aan de buitenkant. Hier gaan we hele kleine hulp weer vragen of hij weer wil aandraven. We gaan zo meteen richting het einde van deze eerste sessie. En dan willen we altijd toch wel graag besluiten met een paard wat zich zo comfortabel voelt in dit werk. Dat hij in het werk kan ontspannen, met zijn hoofd naar beneden, gewoon door blijft lopen. Niet meer in dat vluchterige tempo, zijn overgangen aan laat geven. En uiteindelijk gaan we kijken of hij zo meteen nog in staat is om met Gaia mee te gaan lopen. Ja, dus dat hij op vraag van haar ook naar het midden wil komen. Nou, eerst hier stoppen. Dan zie je dat zijn aandacht eigenlijk een beetje afgeleid wordt. Hier voor het eerst ziet die Gaia weer staan. Ze loopt er naartoe, ze biedt haar hand aan. Je zal zien dat ze haar schouder iets afdraait om iets minder druk te geven. Op de voorkant van je lijf geeft altijd meer druk dan de achterkant. Net zolang totdat hij contact opneemt met die hand, bijvoorbeeld een aai door zijn hals heen, en ze loopt weg zonder dat ze specifiek wil dat hij komt. Want hoe liever je het wil, hoe dwangmatiger je wil dat hij komt naar het midden toe, hoe minder die dat zal gaan doen. Vervolgens zet ze hem hier gewoon nog een keer weer aan het lopen en gaan we zo meteen die hele actie nog een keer herhalen. Je ziet vaak dat paarden naar het midden toe willen komen als je er niet om gevraagd hebt. En op het moment dat je vraagt om naar het midden toe te komen, een beetje mee te lopen, dat ze dan daar wat reserve in hebben. Nou, net heb je gezien dat hij wel contact met die hand opzocht, maar nog niet overtuigd was om met Gaia mee te lopen. Dan moet je het geduld op kunnen brengen om hem weer in alle rust op te zetten. Je ziet ook dat ze er niet gefrustreerd van raakt. Ze blijft hem vanuit het midden aansturen. Ze zet hem eerst weer gewoon heel rustig in draf. Dan gaat weer terug naar de overgang. En dan kan het soms zinvol zijn om eerst het paard weer heel eventjes aan het werk te zetten, zodat hij met zijn volle concentratie bij is. Je ziet hier dat dat redelijk snel weer op het oude niveau is. Hij laat weer die hals zakken. Hij krijgt wel weer die ontspanning terug. En dan gaan we zo meteen nog een keer proberen of die gefocust wil blijven in dat contact met Gaia en uiteindelijk met hem mee wil gaan lopen. Hier laat hij een mooie overgang zien in stap. Hij stopt niet, hij draait niet. Maar hij is nog niet volledig met zijn aandacht bij Gaia. Het is ook wel steeds deze hoek waarin hij zich wat laat afleiden. Dus we gaan hem van hand laten veranderen en omdat ze daar de hele lijn moet gebruiken, zie je ook weer gelijk die wat hogere hoofd- en halshouding. En net iets loperige stukje draf. Dus ook hier gewoon het geduld opbrengen om eerst weer heel rustig terug te werken naar die ontspanning. Kijk, daar komt het hoofd alweer. En vanuit die ontspanning gaan we heel rustig toewerken naar het moment waarop we tegen hem zeggen: oké, nou mag je met me meekomen. Hier wilde hij naar het midden komen, terwijl het niet de bedoeling was van Gaia om hem naar het midden te halen. Dus hier draait ze hem rustig door
rechtsom en pakt wederom heel rustig het werk op vanuit het midden. Het zal je ook opvallen dat ze niet de neiging heeft om naar hem toe te lopen en het te regelen, maar hem volledig vanuit het midden blijft aansturen met heel veel rust en heel veel geduld. Hier prachtig mooi die hals naar beneden. En dat blijft mooi doorlopen. Laat ze meteen een mooie overgang zien. Een stap. En hier is hij volledig gefocust op wat zij aan het doen is. Want hij draait wel, maar hij komt niet naar het midden. Maar hij houdt haar op dit ogenblik goed in de gaten. Dit is het moment om naar hem toe te lopen. Weer dezelfde procedure. Hand aanbieden. Wachten totdat hij die neus tegen je hand aanduwt. Vervolgens aaien we hem door de hals heen. En als hij nu wegloopt, dan zal hij naar alle waarschijnlijkheid gewoon heel rustig met hem meelopen. Met zijn hoofd in de houding waarin hij dat nu doet. Dat is eigenlijk het mooiste einde wat je kan hebben van een sessie loswerken. Zeker als het de eerste sessie betreft. Ja, en dit was zijn eerste sessie. Al met al heeft deze hele eerste sessie loswerken met Duke een 15 minuten geduurd. Als je naar het filmpje zit te kijken, dan is dat best 15 minuten kijken. Maar in het werk is dat natuurlijk een relatief korte periode. Ja, we hopen hier een beetje indruk te hebben kunnen geven van hoe de eerste sessie kan verlopen als je de paard los gaat werken.